Jongens, ben je goed? Ik heb wel. Vandaag kijken we weer naar de minuut. Ik ga gewoon heel af en naar de minuut kijken. Nee, je hoort die zombies wel achter mij. Oh shit, er zijn twee. Of shit. Nog maar één. Ha. Struggles. Shadows. Wacht. Video settings. Dit is voor de thumbnail, die heb ik alvast van tevoren gemaakt. Van wow. Shaders, wat zeggen we hier? Of alles is uit, oké. Okay. We hebben nog eentje eronder. Kunnen we hem aanhouden, deze aflevering? Ik vind ze wel mooi hoor. Ik vind ze wel heel mooi. Ik heb nog steeds geen eten. Gewoon een zombie. Waar? Hieronder zit trouwens heel veel zombies tegenwoordig te verzamelen, dat is niet normaal. Ja, we moeten naar het andere toe. Het andere huisje toe. Dus dat gaan we ook doen. Wij gaan hier eventjes wat eten ophalen. En ik zet de shaders uit, want ik heb maar 14 fps. En dat is chill. Dus ja, als deze het zou doen, had ik het zo gedaan. Want deze is gewoon zwaar chill. Maar dat doet het niet. Dit doet het. Maak alleen de bokjes bewegen of niet? Dus zet er ook nog shader tussen. Slash time set 9000. Ja, lichtelijke schaduw. Dit kan ook nog wel een mooie opzet. Eerst even wat eten. Weet je, het zijn wel lichte schaduwtjes, maar het zijn wel mooi. Jammer dat ik deze niet eerder had geweten, want vandaag het onderwerp is Ultra Hardcore Survival. En wat het nu is met Ultra Hardcore Survival, het is zo. Wij hebben daar een mooie opgenomen, helemaal klaar ermee. En ik wil het met shaders opnemen, alleen Ultra Hardcore Survival is zo slecht met shaders, want PvP met shaders is zo slecht. En ja, dat komt dus gewoon niet chill uit. We gaan even laten zien. Kijk, het is wel mooi. Het licht is shaders. Het is wel mooi. Hoe heet dit pack? Hij heet Waving Shaders Pack. Oké. Okay. Hoe ziet dit pack eruit? Het is een beetje. Wordt het hout hier een beetje groenig van? Het heeft een beetje. Het wordt de achtergrond wat blurry of zo. Hij moet focussen. Dat is wel een grappig effect eigenlijk. Dat hij focust. Maar ik vind het niet zo. Doe deze niet. Waar een paar die mijn Minecraft laten crashen. Deze is veel te mooi. Deze gaat hem laten crashen. We kunnen het proberen. Maar ik kan 90% zeker. Oh man. Oh man. En hij loopt soepel. Deze hou ik. Deze hou ik er eventjes in hoor. Nice. Hij liep even een secondje vast. Maar dat was een frame door. Nice, het is zwaar vet, hé. Zon is een ruitje. Nice. Je hoorde waarschijnlijk dat ding. Dat is mijn origin. Die staat aan. Moet ik misschien uitzetten als ik ga opnemen. Oh, ik vind het zo vet als die zo er langs komt. Maar hij doet een beetje heel veel droppen. Dus dat moeten we niet hebben. Zeus, die hebben we allemaal al een keer getest. Dit is zwart. Dit is ook fucking nice. Ja, kijk hoe nice deze zijn. Zit hier ook van die streepjes bij dat ik net zag? Nee, zit er niet bij. Jammer. Dat doen we het gewoon op deze shaders, hè. Wat maakt het ook weer uit. Wat wij vandaag gaan doen is we gaan beginnen met invullen van de muur. De muur, ik was even kwijt. Ik heb hier de hoekjes gemaakt. Ze zien er heel rond uit van bovenaf. Maar ze zijn hartstikke vierkant. Het zijn echt heel vierkant hoeken. Maar anders kon ik het design niet goed erin krijgen. Dus het is zo, anders is van die muurtjes die er niet goed bij passen. Hoeveel is dit? Alles is done. Nice. Zeker weten, nice. En dan hebben we hier dus 48 met 16. Precies. 1 stack. Holy shit. En mijn cobblestone is nu dus op. We hebben 1 stack die we kunnen invullen. Dat is zwaar chill. Zwaar. Oh, wacht. Nu moeten we op redstone toortjes maken, hè? Redstone toortjes maak je met stokjes en redstone, als ik me niet vergis. Redstone is allemaal daar. Kut.
Maar we hebben heel veel. En niet heel veel stokjes ook niet. Damn. We hebben wel echt een hele hoop stokjes nodig. Oké, 36 is misschien een beetje te veel. En met een beetje bedoel ik heel veel te veel. Dus misschien heel veel te veel. Deze die dropt ook best wel veel, hé. Misschien nog een andere shader pack pakken. Dus zo even. Shaders. Mr. Meep laat hem crashen. I don't trust this one. Ik heb het gevoel alsof dit het niet kan laten crashen. Die ziet er wel heel vet uit met die maan. Oké, dit houden we gewoon even in. Die ziet er goed uit. Tenzij is ook crash. Maar deze is best wel licht, hé. Hij draait mijn FPS nog steeds op 30. Dat is voor mij doen meer dan genoeg. Hier loopt een spin. Damn, son. A1. Dat gaan we niet doen, hé. Goed, dit is de ingang. Deze, hier komt de ingang in. Dus deze moet iets anders worden dan de rest. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. We doen... Oké, hoe was hij? Hier en hier zit dat. Dus dan loopt hier... In het midden, 4 blokjes lang dat. Ja. En die loopt dan zo. En... Zo... Nee, ik heb een pickaxe nodig. Ik heb een pickaxe nodig. Die is bijna ook kapot, damn. Dat is mijn axe, die is ook bijna kapot. Moet ik het eventjes gaan vervangen binnenkort. Sterf maar, sterf. Dankjewel. Bedankt voor het sterven. Goed, deze en deze kunnen weg. En dan doe je het zo. Zo, ja. Maar deze hoeven er helemaal niet in, die hoekjes, want het wordt bedekt. Ja, ik wil zo zuinig mogelijk doen met deze dingen. Voor de mensen die er nog niet door hadden. Want ik heb er niet heel veel van. En het kost op zich nog best wel redelijk wat moeite om die te maken. Zo. En. Ja. Oh, nog een zombie. Daar is hij. Hey, dit is een van de redenen waarom ik de muur maak. Ik heb helemaal lastig van die zombies. Slash time set day. Slash toggle down fall. Oh, spatie moet ik ertussen. Mag ik hem erover kregen? Die mag ik niet. Kijk, oh. Prachtig. Een prachtig uitzicht is dit. Dan hoeft deze hoekjes onderin trouwens ook niet erbij. Ja, we gaan hem nou heel goedkoop maken hoor. Ze hebben zo'n venstertje. Dit venster moet per se in. Eventjes controleren, ja. Dat we niet het verkeerde design bouwen. Ik kom één keer eventjes helemaal perfect erin hebben staan. Zo, hier. Die moet erin. Daar. Ja. Ik weet genoeg. Dus dat is wat we moeten doen. En de rest is trappetjes. Ja, dus de rest is heel veel trappetjes. Maar dit is dus wat we moeten hebben in ieder vakje. En dat kost ons 8 blokjes. Dus dan kunnen wij snel rekenmachine go. 6, 64, gedeelte 8. Weet je, ik kan het ook... Oh, kut, ik schrijf het verkeerd. Ik doe gedeelte 5. Ik kan het ook gewoon... Is 8. We kunnen 8... Wow. Dat had ik zelf eigenlijk serieus nog kunnen bedenken. Maar... Ik dacht van, hé, weet je wat, ik heb vakantie, fuck jullie, ik ga het niet uitrekenen. Dus vandaag. Vandaag dat ik het zo doe. Oh shit, eerst keer droppen. Oh. Dat is toch niet mooi als dit dropt, hè. Zo, en zo. Oké, ik heb trouwens nog geen idee wat ik bij die paal daar ga doen. Dus dat gaat een keertje gewoon heel random gebeuren. Die creeper vind ik daar trouwens niet heel leuk. Oh, wacht. Eerst even wat eten. Hij heeft hem al gezien. Kut. Dan komt hij dicht bij mijn huis. Oh. Let je lek. Zo. Die is neer. Chill. Zijn we daar ook even... Oh, nog eentje. Kut. Dat had ik kunnen verwachten. Kijk, hier zit nog gewoon een heel gigantisch gat onder. Jij mag ook dood. Zo. Simpel als dat. Ja, creeper gaten. Kut, sorry. Kut, sorry. Mm-hmm. 3 dirt.
vast wel genoeg om dit op te vullen. Ah, legit genoeg. YOLO. YOLO! Ja, we gaan even verder bouwen hier, want we willen eventjes die vakjes erin hebben. En dan gaan wij offscreen het afmaken, denk ik. Weet je, ik doe veel offscreen, misschien een beetje te veel de laatste tijd. Ik weet niet wat jullie reactie daarop is, want deze video's zijn allemaal nog niet geüpload. Het is gewoon allemaal achter elkaar opgenomen. Als je dit ziet, is het natuurlijk al wel geüpload, obvious. Maar ja, ik weet het dus nu niet wat jullie ervan vinden. Kijk, als er iemand is die kaats op zit te haten, dat wordt offscreen moet gaan. Ja, sorry. Ik doe het, anders ben ik 10 afleveringen bezig met één zo'n stukje muur. Vandaar, weet je, dan kan je wel zeggen dat je bent een cheater. Nou, heb je de punt. Ik heb echt niks op in te zeggen, want ja, ik span een paar stukjes in. Omdat het anders weer veel te lang duurt. Ik kan het makkelijk gaan verzamelen. Ik kan het verzamelen. Ik bedoel, jullie zien, ik heb die hele andere toren helemaal zitten verzamelen. Misschien breek ik die wel af. Dat zou nog wat zijn als ik die hele fucking toren afbreek. Daar heb ik zo lang over gedaan. Maar het zou kunnen dat ik die afbreek voor de steen. Goed, dit ziet er wel goed uit zo, ja. Grappig is dat hij hier gewoon één dik is, die muur, hè. Maar hier zie je 3. Hier, op dit punt, is hij dikst. Achter de stenen pilaar. Hierboven zit nog een blokje. Want hier is hij dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokken dik. Op dit punt is hij 7 blokken dik. En op dit punt wordt hij maar 1 blok dik. Genius designer, Roen. I know. Hij is geweldig. Hij is geweldig, mijn design. Goed, kunnen we nog 4 van die vakjes maken. Dus dat worden dus 1, 2, 3, 4. Komen we daar achteruit op dat plukje. Dus dat is op zich wel gezellig daarachter, hé. Zo, zo. En zo. Ja, perfect. Oh, en mijn pickaxe is kapot. Nu ben ik fucked. Dan moet ik een helemaal nieuw gaan maken. Moeite doen. Nee. Maar als die muur klaar is, dan kunnen we dus gewoon gelijk beginnen aan een nieuw huis. Een nieuw huis. En dat is zwaar chill, want ik wil op zich daar wel een mooi huisje maken. Ik wil ook zo'n soort van storage kelder maken als dit. Of misschien een storage huis. Dat zou wel chill zijn. Dat zou op zich wel heel erg chill zijn. Ik heb nog steeds geen redstone stoortjes gemaakt. Stoortjes? Zeg ik nou serieus stoortjes? Wauw. Andere shader pack, want deze die lijkt ook een beetje. Nou, deze die gaan we niet doen. Waarom zou ik deze niet doen? Ziet er goed uitziet. Dit loopt wel heel zwaar. Als een van de zwaarste, maar het ziet er wel pittig awesome uit. Nog een shader pack. Die hebben we allemaal al gehad. Chica pick. Wat? Zwart. Cartoon hoef ik niet. Fish and Craft, Rudo Place. Of maar ook zwart. Oh. Dit is wel vet. Deze is het, hè. Die net had. Rudo Place. Wauw. Dit is zo'n overbelicht shader pack. Op zich is het wel awesome, hoor. Op zich wel. Deze is nog erger dan die andere qua lag. Even kijken. Oh, wauw. Ik vind het allemaal vet, die shader, maar sommige die overlicht het echt heel erg. Dit, wat doet dit? Oh, dat ja. Vision Craft. I don't know, dit geeft een soort van heel raar effect. Ja, deze doen het allemaal niet. Die doen het allemaal niet. We kunnen een internal gebruiken. Want die is sowieso stabiel. Oftewel, geen shaders. Zoals je hier kan zien. Nou, die kapot. Dat werkt wel een stuk smoother. Oh, het ligt gewoon niet eens aan de shaders dat hij zo flipt. Ik heb het gewoon sowieso. Oké. Kut leven. Ja. Pam. Waarom loopt hij dan zo hard? Why? Ik snap het niet hoor. Ik snap hem gewoon echt niet hoor. Dat snap ik niet. Zo. En dan heb je dit vakje erin. Op dit vakje wel een mooi uitzicht hier.
Want een muur die rechts afgesneden. Voor mij kan je hier nog vanaf de buitenkant erop klimmen. Moet je vanaf deze boom. Hierop. Nou, in ieder geval in dat geval als je hier bent. Als je hier bent kan je hier niet op, die komen hekjes op. Ga hierop, bam! Zit je in de muur. Dus hier heb je al een inbreekplek voor de mensen die het willen weten. Hier hebben we al een inbreekplek gevonden. Moest misschien eventjes dit allemaal weghakken, dit doel. Ik bedoel, wie boeit dit met bergen nou? Nou, is toch al hier als je recht afraakt. Zo. Hou. Zo. Ja. Dan. Pam. Pa. Oh, kut. Oh. Kut. Zo. 6. Was zijn 7, 8. 7. 8. Oké. Komt hier ons. Oh. Creeper gehad. Dammit. Dammit. Zo. Komt hier dit gat en dan is deze nu ook helemaal klaar. Hoppakee, dat gaat chill, dat gaat hartstikke chill. Hey, nou vier over als een oogje in. Moet het oog gaan invullen. Weet je, dat ga ik trouwens nu wel eventjes snel doen, hey. Trouwens, daar heb je heel veel koppelstof over nodig. Wat kunnen we hier nu nog wel doen? We kunnen de redstone invullen. Redstone lampjes. Dat kunnen we invullen. Kunnen we dat invullen trouwens? Dat hebben we voor mij eerst nog wat hout voor nodig. Dan. Misschien een beetje te veel hout, hey. Zo. Hey, dit is hoe de redstone gaat. Het is heel intiem, heel intelligent bedacht. Want als je het zo doet, ik doe het verkeerd, zo doet. Dan hoef je hier een redstone toortje te plaatsen. En dan verlicht je daarmee. Hallo? Spel. Spel, hallo. Hallo spel, reageer. Dan verlicht je daarmee die en die. Dus dat is wel heel mooi. Waarom zie je deze dingen hier zo gek eruit? Komt dat door die texture pack? Of course komt het door die texture pack. Snap je daar dit. En heb je dan maar een paar blokjes voor nodig. Dus dat vond ik op zich wel een heel mooi idee. Dan kunnen we natuurlijk niet aan beide kanten meteen erin bouwen. Want dan kunnen we niet meer in. Dus. Zo. Ik heb echt die redstone toortjes nu nodig. Dan gaan we dat gelijk eventjes doen. Die redstone toortjes erin zetten. Dan zal je zien dat ik maar één redstone torch en één stukje redstone nodig heb. Waar de fuck is mijn redstone? Heb ik die meegenomen terug of zo? Heb ik die hier naartoe meegenomen? Of natuurlijk, ik heb al mijn redstone erin verbruikt, hè? Dammit, dat is niet slim. Dan ga ik maar even minen, hè? Dan ga ik even minen tot we aan 20 minuten zitten. Dus ik doe 2 minuten minen. Hé, hey, super veel content. Maar wel gezellig, hé. Weer op plons. Mijn mooie mine hier, oh. Die ik nog steeds een keer moet afbouwen. Hier is de beste gang, volgens mij. En hop. En hop. Kool, hebben we dat nodig? Ja. Snak even kool. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Komt dit mooi uit? Zeker weten dat het mooi uitkomt. Zo. Rode stenen. Rera, rode stenen. Waar zijn jullie nou gebleven? Hera, rode stenen. Waar zijn jullie nou gebleven? Waarschijnlijk. Ik ben hier gewoon overal al geweest. Dit ding is gewoon useless hier. Er zit alleen nog maar een klein beetje kool daar. Maar is dit voor de rest helemaal leeg hier. Nou, wat vind ik hier? Iron, want daar had ik nog niet genoeg van. Dus neem ik mee, hé. Hey. YOLO'en. Goed, hier is een stuk ook nog iets donkerder is. Nog meer kool. En dan hebben we hier, om het hoekje.
Hieronder is iets donkers. Nee, niet wat ik zoek. Naar links. Lava. Dat komt door de lag. Bijna dood. Chill. Dit heb ik ook maar al uitlopen zoeken. En hier. Gaat het nog door? Hai, dan gaan we even zoeken of hier nog wat rode kool is. Of rode steen. Ik heb ook geen gewone toortjes bij me. Dammit. Ook geen shovel, hè. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Dat is niet mooi, hè, wat ik hoor. Oh, dan is dat doodlopend. Kut zombies, kut lag. Waarvoor komt die lag? Dat snap ik dan weer net niet. Lag, waar kom jij vandaan? Jongen, waar kom jij vandaan? Zo, zo, zo. Zo. Maar ben ik nu al zo'n beetje voorbij. Heb ik het gevoel. Gaan we die kant weer teruggraven. Komt als het goed is tegen. Dan zijn we een heel omweg er naartoe. Kunnen waarschijnlijk veel. Kijk. Kunnen we voorbij gegraven. Like I said. Oh, 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 oh. Iron. Zo. Daar hebben we nog wat. Hier hebben we. Iron, ja. Ik snap eigenlijk niet waarom ik die iron eigenlijk nog meeneem, want ik heb echt meer dan genoeg iron. En dan moet ik het dan weer gaan smelten en zo. En moeite doen. En ja. Hier is er niks meer in ieder geval. Dus dan hebben we dat ook weer, dat mysterie ook weer opgelost. Dan gaan we hierboven kijken. En dan ga ik daarna de aflevering afsluiten, denk ik. Oeh, een grasblok onder de grond. Waar de fuck komt dat vandaan? Dit is het mysterie van het land. Hoe de fuck komt dat grasblok onder de grond? Zit er dan zo hoog? Dat zit op 43. Oké, okay, dan moet ik even kijken de hoogte van mijn huis is. Daar ben ik dan ook weer wel benieuwd naar. Hey, wat is de hoogte van mijn huis? Bam, hier kunnen we ook naar boven, hey. Nice, maar we gaan terug. Dus alle torsen aan de linkerkant volgen. Hier zo. Torsen zitten nog steeds links. En dan zie je de uitgang. Zo. La la la. Hier staan er aan beide kanten. Dat betekent dat het midden is. Zo. En dan gaan we even kijken hoor. Op welke hoogte we er net zaten. Dus de eiwaarde is de hoogte. En we zaten dus net op 43. Dus dan zaten we hier zo. Halverwege is dat. Halverwege zit gras onder de grond. Een mysterie wat niemand ooit heeft kunnen oplossen. Gras onder de grond. Goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Op zich jij de volgende keer weer. En dan heb ik rode stenen verzameld en een beetje verder gewerkt aan het fort, denk ik. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Blauw duimpje, abonneren. Jullie weten hoe het gaat. Later.